Dat het zondag de hele dag regent, vertel ik u nog niet. Dit was het journaal van vrijdag 19 juli. Volgende uitzending is om 8 uur op Nederland 1. Nu weer Marjan Molenaar met 2 vandaag. Dames en heren, ik wens u een goede avond. Goedenavond in 2 vandaag. De volgende onderwerpen. Kritiek rond herbegrafenis Fortuin. En het dramatische afscheid van Nieuw-Guinea. Over zo'n 3 kwartier, rond 7 uur, zal op de Noord-Hollandse begraafplaats Driehuis Westerveld de kist van Pim Fortuyn worden opgegraven. Morgen zal het lichaam dan echt zijn laatste rustplaats vinden in het Italiaanse Provenzano, het dorpje waar de vermoorde politicus een tweede woning had. De familie van Fortuyn heeft besloten om televisiecamera's de herbegrafenis te laten registreren. Het opgraven van de kist wordt vanavond zelfs rechtstreeks op televisie uitgezonden. En dat valt niet bij iedereen in de smaak. Is het inderdaad smakeloze sensatie of toch een waardig ritueel? Een bijdrage van Margje Fixen. Noordwijk. Hier is Harry Mens vandaag op de dag dat zijn vriend Pim Fortuyn opgegraven gaat worden. Hij kijkt er bepaald niet naar uit. Het was duidelijk, Pim wilde in Italië begraven worden. Maar ja, ik denk dat het beter had geweest als ze dat gewoon afgelopen dinsdag in stilte hadden gedaan. En dat ze dan hadden gezegd van nou, Pim ligt in Italië en wie erheen wil, gaat er lekker heen. Nu wordt het een soort media-hype, waarbij het, zeg maar, ja, ik zie dat niet zo. Beelden maken terwijl een kist wordt opgegraven. Het ontbreekt er nog maar aan dat hij eerst nog even door de wasstraat moet. En kiezen tussen de Efteling en een dagje Pim begraven. Met 3-daagse reizen en speciale arrangementen. Ja, ik denk dat dat zijn doel voorbij streeft. De moord op Pim Fortuyn zorgde voor een stortvloed aan emoties. En vanavond begint het laatste hoofdstuk. Dan kan iedereen op televisie gaan zien hoe Fortuyns kist wordt opgegraven. Hierna zal hij naar Italië worden gevlogen. En weer zal dit alles emoties oproepen. Maar naast emotie zal het ook een heel verkeerd beeld kunnen scheppen van de mogelijkheden rondom het opgraven van overledenen. Willem van der Putten is directeur van Grafzorg Nederland, een stichting die voor instellingen en particulieren graven beheert. Hij heeft meerdere keren een opgraving meegemaakt. Ja, een van de redenen voor mensen om wel eens een opgraving te vragen is omdat ze zich vergissen in de keuze van het graf. Ja, en bijvoorbeeld dat men liever een eigen graf zou willen hebben en geen gedeeld graf. U kan het bijvoorbeeld hier zien. Aan deze kant liggen graven waar ruimte is voor een echtpaar. Ja, aan de andere kant hier bijvoorbeeld liggen graven die helemaal vol zijn. Maar dan met mensen die vreemden van elkaar zijn. Daar liggen dus eigenlijk 2 mensen onder elkaar op 1 plek. En mensen bedenken vaak later dat dat iets is wat ze toch liever niet hebben. En ja, dat kan toch een vervelende ervaring, een vervelende gedachte zijn. En dat leidt nog wel eens een keer tot verzoekte opgraving. Hoe denkt u over de herbegrafenis van Pim Fortuyn? Nou, persoonlijk heb ik daar niet te veel gedachten over. Maar beheerders van begraafplaatsen zijn eigenlijk niet zo blij met de publiciteit die hier aangegeven wordt. Hoezo niet? Nou, dat geeft het gemiddelde publiek toch een beetje een verkeerd beeld over wat de gang van zaken bij een opgraving is, hoe makkelijk dat kan, op wat voor manier dat verloopt en zo. En ik heb toch wel wat beheerders van begraafplaatsen gesproken die daar toch wel bezorgd over waren. Wat zeggen ze dan? Nou, kijk, opgravingen komen wel eens voor, maar toch niet zo heel erg veel. En dan moet je toch een vrij dringende reden hebben om op te graven. En het publiek krijgt zo'n beetje die idee, je merkt het ook al uit de reacties van het publiek, dat dat vrij makkelijk gaat en dat je daar makkelijk bij kan zijn. En ja, dat is toch een verkeerde gedachte. Na Fortuyns dood maakte Harry Mens een speciale herdenkingsuitzending van zijn eigen programma op RTL 5. Hij wijdde die helemaal aan Pim Fortuyn. En vandaag bekijkt hij die uitzending opnieuw. Nu ik zit te kijken, betrap ik mezelf erop dat ik nog niet klaar ben met de emotie met Pim. Nou, vindt u dat wat vandaag gebeurt te ver gaan? Ja. Destijds had u zelf een herdenkingsprogramma gemaakt, ja, over Pim Fortuyn. Op zo'n moment, ja, koketteert u toch eigenlijk zelf ook met de gevoelens rondom Pim Fortuyn? Nou, ik zou zeggen, ik ben er heel integer mee omgegaan. Kijkt u rustig de beelden na. En ik heb helemaal geen spijt van wat ik tot nog toe gedaan heb. En ik denk alleen dat we er nu mee op moeten houden. Ik denk dat de broer van Pim Mat er echt de hand in heeft gehad zoals het nu gaat. En
ja, hij heeft daar een bepaalde onderbouwing voor. En die gun ik hem. Alleen, het is niet de mijne. Gaat u zelf straks ook naar Italië? Nou, ik ga best wel een keer naar Italië, maar misschien gaat er wel een jaar overheen. Ik ga rustig eens even kijken als ik zeker weet dat er niemand is. Oké. Succes, hè. Dat zei Harry Mens. Bij de begraafplaats Driehuis Westerveld is verslaggever Annemarie van Driel. Annemarie, wat kan je zeggen? Is er op dit moment al veel belangstelling voor het opgraven van de kist van Fortuin? Nou, ik moet je zeggen, Marjan, dat het eigenlijk opmerkelijk rustig is hier. De politie heeft heel wat meer mensen verwacht dan dat er nu op de been staan. Er zijn dranghekken geplaatst hier vanmiddag, maar het is eigenlijk nog heel erg rustig. De familie is zojuist aangekomen en naast mij staat de oudste broer van Pim Fortuin. Welkom in onze uitzending, meneer Fortuin. Het is heel rustig, hè? Had u dat verwacht? Nou, je hebt er geen verwachtingen bij. Dat kan je moeilijk voorspellen. Dat heeft u al gezegd, de politie weet dat ook niet precies. Dus ik weet niet of er nog mensen komen en hoe het verder gaat. Vindt u het jammer? Nou, jammer niet in die zin. Alles wat er dus op het ogenblik gebeurt, is voor de mensen gedaan. Wij hebben duidelijk signalen uit de samenleving gekregen dat men nog graag een keer afscheid wilde nemen van Pim. Nou, daar hebben wij, zover dat mogelijk was, uiteindelijk onze medewerking aan gegeven. En ja, het is een keuze van de mensen zelf. Ja? U heeft als familie ertoe besloten om de beelden van de opgravingen van de kist live uit te zenden. En ook de beelden van de herbegrafenis. Ja. Waarom heeft u dat gedaan? Nou, er is een hele duidelijke reden voor. Kort nadat Pim hier begraven is, op 10 mei, toen zijn er geruchten op gang gekomen dat Pim hier niet zou liggen. Dat er een wisseltruc is geweest met lijkwagens en al dat soort dingen meer. En ik kreeg steeds meer telefoontjes en e-mails binnen waar mensen zich bezorgd afvroegen, sta ik voor een leeg graf. Nou, daar hebben we in eerste instantie via een perscommuniqué dat proberen te corrigeren, maar mensen geloofden dat niet. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, nou, dan gaan we dus, iedereen weet, 19 juli opgraving, 20 juli herbegraving. Dan wil ik dus daar beperkt media bij hebben om de mensen te laten zien dat ze niet bedrogen zijn. Had u het liever niet in familiekring gedaan? Nou, wel, maar van de andere kant realiseren we ons steeds meer dat Pim was een man van het volk, Pim was van de mensen. En wij willen graag de mensen toch nog een kans geven om afscheid te nemen. Er is heel wat kritiek geweest, hè, op die beslissing. Het zou niet gepast zijn, het zou schending van de privacy zijn. Commerciële uitbuiting, wat vindt u daarvan? Nou, commerciële uitbuiting vind ik belachelijk. Dat is helemaal niet in vragen. Dat zowel niet van zenders als van kranten of wat dan ook. En allerlei commentaar erop. We leven in een vrije land en iedereen mag zijn commentaar hebben. En er zijn moraaltheologen en er zijn ook nog wat andere leuke lui. Die hebben allemaal een mening. Maar als ze nou eens beginnen de mening over te laten aan de mensen zelf. Ja? De mensen hebben hun eigen recht. We leven in een democratie. We hebben de vrijheid van het woord. En laat zij maar bepalen of ze dit wel of niet mooi vinden. Heeft u dit uiteindelijk als familie zelf bepaald? Of is er ook nog druk van buitenaf, bijvoorbeeld vanuit de partij geweest, om op deze manier die herbegraving en ook die opgraving te doen laten plaatsvinden? Met de partij hebben we niks te maken. We zijn volledig apolitiek. En het commentaar vanuit die partij is op het ogenblik ook niet leuk. Maar ze gaan wederom op de stoel zitten van de mensen. Terwijl ze de mensen niet duidelijk vertegenwoordigen. Dat hebben ze de afgelopen 6 weken bewezen. Een referendum, eerste wat er aan de kant geschoven is, ook door het LPF. Dus daar heb ik weinig mee te maken. Ja. Wat gaat hier nou verder allemaal nog gebeuren vanavond? Nou, er gaat gewoon de opgraving gaat gebeuren. Dan gaat Pim met lijkwagen en escorten gaat hij naar Rotterdam Airport toe. Daar is in een hangar een prachtig mortuarium in gericht. Ik ben er vanmiddag geweest. En u moet eens zien met hoeveel liefde mensen dit allemaal voor Pim doen. Ja? Dus ik denk uiteindelijk, ik ben er bang voor geweest, maar het is goed wat er gebeurt. En dat zal vandaag bewijzen en dat zal ook zeker morgen bewijzen. Wat gaat u nou doen op het moment dat dit allemaal achter de rug is? Wat gaat u dan doen? Als dit achter de rug is, ga ik weer snel tussen de coulissen. Want ik heb veel te veel voor de camera's gestaan en met kranten gesproken. Ik ben gewoon Mart Fortuin en ik wil mijn rust. En verlangt u naar die rust? Ik verlang verschrikkelijk naar de rust. Het is nu 2,5 maand. Ik ben lichamelijk uitgewoond. En zondagmorgen hoop ik te kunnen zeggen, onder de Italiaanse zon, met een kopje cappuccino, het is voorbij. Pim, show is over. En wij gaan terug naar ons normale leven. Ik dank u wel. Ik wens u veel sterkte. Tot zover hier de bijdrage vanuit Westerveld. Marjan.
Dat zei Annemarie van Driel en die was in gesprek met Marten Fortuyn, de broer van Pim Fortuyn. Dat is het volgende onderwerp.